This is sweet, sweet music, yeah, 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 yeah. Get on the fix, lad. Extra omdat ik gisteren een ukulele heb gekocht en ze loopt dus gewoon helemaal in. Lowlands is net begonnen. Het is een mooie dag, de zon schijnt. Ik heb er zin in. Ik straal ook omdat er heel veel leuke mensen om me heen zijn. En omdat, omdat er eigenlijk nu even gewoon geen zorgen zijn, maar gewoon alles redelijk goed gaat. Dat is het misschien. Ik heb geen idee waarom ik straal. Zit in me. Ik ga 9 van de 10 keer uit van. Ik denk eerst positief, daarna denk ik negatief. Ik kan eerst gaan kijken van wat zijn mijn beren op de weg, wat zijn de drempels die ik moet nemen, hoe ga ik die tackelen straks. Ik kan ook gewoon gaan en kijken wanneer mijn drempels op mijn weg komen. En dat doe ik met, doe ik eigenlijk met het bedrijfje nu, want we zijn eigenlijk ook gewoon lekker aan het gaan en dat werkt gewoon heel erg goed. Maar dat doe ik ook gewoon in het dagelijks leven. Waarom straal ik zo? Omdat ik net het allerleukste heb kunnen doen wat ik doe in mijn leven. En dat is filosofie. En dan ook nog voor een publiek dat er enthousiast over was. Waarom nog meer? Nee, momenteel niet meer. Dat is wat me helemaal vervult nu. Dat is het. Dat vult alles. Ik denk dat ik allemaal leuke en lieve mensen om me heen heb. En omdat ik heel dankbaar ben voor het feit dat ik hier ben en elke ochtend weer opsta. En denk van yes, ik ben er weer. Ik mag er weer zijn. Yes. Don't you fear another step you take now? Do you know why? 'Cause this I will remain true. This our music, yeah. This music, yeah. Sweet music, yeah, yeah. But that might never stop. Yeah, this our music, yeah. Sweet music, yeah, yeah. It is this music, yeah. Sweet music. Get up now. Get up, get up, get up, get up, yeah. It is this music, yeah, sweet music, yeah, yeah. With this music, yeah, sweet music, yeah, yeah. Besef dat ik inderdaad er nu anders in zit dan 5-6 jaar geleden. Toen de auto en het grote huis nog wel echt heel erg belangrijk was. Grappig. Apart. Nou, leuk dat je in ieder geval even een klein spiegeltje zo omdraait. Top. Ik denk dat het is heel moeilijk voor iedereen, ook voor mij, om te zorgen dat je leven draait om die dingen die je echt belangrijk vindt. Omdat je bezig bent met dat waar je echt blij van wordt, dat wat je vervult. Maar ik zit ook in een fase waar alles wel heel spannend is en ik ben nog niet bang in ieder geval. En ik denk ook niet dat het gaat gebeuren eigenlijk, want ik ben ook net afgestudeerd en normaal gesproken val je in een gat, maar ik zit daar nog niet. En ik hoop ook dat het niet gaat gebeuren eigenlijk, want ik zie het wel allemaal, ik zie de toekomst wel.